gaan we nou weer ons rondje doen? Het volgende rondje. Het volgende rondje. Het is wel leuk om met al die sterretjes. Hartstikke lief, dankjewel. Ja. Het is zo leuk, zeg ze altijd. You don't have to show that. This Christmas. Without you. Goldwell heeft ontzettend mooie blonde jongen. Echt het haar echt niet beschadigen. Deze ook is een mooi jaar vrij. Ja. Jij stinkt ook niet. Nee. En je moet dat moniakvrije nemen, omdat je dan ook de restant van de oude kleuren, de chemische kleuren, die activeer je dan niet. Every day I drive home for Christmas. Hello girl, I'm home. We're well. Find me a wife called Wilma. Wilma! Let me in, please, for Christmas. For Christmas' sake, let me in, please. Zou het zijn. Zie je dat aan? Ja, dat zie je zo. Dat is echt blitz. Nou, ik word met een minuut mooier. Oh, het wordt nog erger. Oh ja, het hoedje. Petje. Bandana. Vreselijke, niet dit. Ik ben wel een oude foto, denk ik. Volgens mij zit er nog brekjes. Ja. Dat is echt zo heerlijk. Ja, dat kan wel iets over zijn. Maar ik vind het als partner ook hoor. Ik vind als je een kort nekje hebt, dat vind ik het lekkerste dat het is. Gewoon, het is fijn. Ja, het heeft hele hoge aardigheidsvatten. En het is altijd leuk dat mensen je aaien zonder dat ze iets bedoelen. Ja. Het is het al weer hartje groeit. Ja, het is snel hè. Ja, zie je dan een volge haar. Mocht ik het ooit lang voor een vader had, dan... Het is zo weer lang. Ja, dat ook. Dan moet ik er een kruis van maken. Dus dat maar niet te kort is, denk ik. Ja, dit heb je niks aan moeten doen. Nee. Het is leuk die mensen die over straat komen en dan meekijken naar binnen. Ja. Wat ben jij nou weer? Nou, heb je ook. Christmas spirit. Dat is een mooie vraag. Doet hij dat met een malletje? Nee. Doet hij zomaar de mallet? Hij belooft. Ja.
Ik ben altijd wel heel benieuwd naar het commentaar wat je allemaal krijgt. Ja, dat is echt een wisseling. Is ook. En van je kiespeuken. Ja? Nee, dat valt wel mee. Maar ik bedoel gewoon in het echt. Ja. Stel een beetje aanpassen aan de hoek waar hij in staat. En zij volgden hem en kwamen in Bethlehem. Op mijn hoofd. Ja, ze liep achter Nina aan en toen vonden ze hem. Mag je hem strippen? Oh god. Nee, god ben ik niet. Wanneer is dat op mijn hoofd, hè? Dat zou wel zijn. Zou helemaal knetgek worden, denk ik. Nou, dat lijkt me niks. Dat is het niet, denk ik. Zo, dus jij bent blond. Ik ben blond. Ik kan het zo bij. Moet ik me volgen? Nee, laat maar zitten. Mag toch niet spetteren. Perfect timing. Vreselijk. Alleen dan op mijn dwaal. Ja. En doe een stip op één. Ja. Wat heb je? Doe schouder. Nee, ik was aan het kijken wat op de regenboog stond. Het stond, ik zag kapper, maar wat ervoor stond, was knap. En ik kan niet zomaar op de ramen staan kappen. Oh, sorry. Maar nee, ja. Dat is eigenlijk ook wel het grappigste eraan. Je moet dan, vind ik, altijd een beetje geluk hebben waar een filmpje tussen wordt gezet. Dit verfprik meer bovenop dan die... Ja, komt door die blondering. Daarom heb ik ook net die dingen opgezet. Ja. De beschermcoating, want anders dan pikt het helemaal omdat je huid nog gevoelig is. Ja. Staan natuurlijk poriën staan open. Het is ook alleen bovenop, hoor. Ja, dat snap ik. De poriën staan open. Daar heb ik ook nooit last van. Ze hebben trouwens extreme haircuts, hebben ze veranderd gelukkig. Dus ja, je hebt zo'n... Zo'n is dat de kleuren niet doorlopen? Mm-hmm. Het is ook een leuk jasgevoel. Ja, geen plopjes. Nee, maar je hebt zo'n kerstmutsje nodig. Dit keer heel rood. Ja, het is wel een heftig kleurtje.
kerstkrant. Toch? Mm-hmm. Pas ook mooi bij het jasje. Jasje? Ja, dat ene jasje over. Dat rode jasje. Oh, oh, ik denk wel heel erg op een zwarte jas. Zo. Maar ik heb wel een rood leren jasje. Is wel leuk. Ja. Ah, oh, zwart staat ook wel. Ja, ik was net blond, dat was echt heel raar. Nog nooit donker, ja, een beetje donkerbruin van mezelf. Dus dat is wel leuk om te zien. Ik vind het wel een beetje Rihanna-achtig ook. Ja. En dan hadden we het al weer. Zo, gaat er weer een kilo uit. Dat worry, dat lukt wel. Dat hadden we wel, hè. Ja, je kunt er altijd wat tussen plakken. Nou, dat gebeurt vanzelf. Ik kom vanzelf dat we tussen zitten. Ja. Geen enkel probleem. Zo grappig hoe je dat kan zien dat je moet knippen. Mm-hmm. Dus als hij het zo knipt, dan zou je echt denken van ik zie daar helemaal niks in. En hij ziet het echt helemaal zitten. Ja. Slicing techniques. De sleep slicing. Moet ik iets meer draaien? Met dit soort dingen is het echt belangrijk dat mesje echt nieuw is. Ja. Anders dan kun je dit niet eruit krijgen. Net een manier. Anders maak je ook wondjes, denk ik. Of absoluut. Met een nieuw mesje is het ook niet zo erg als je een wondje maakt. Dat het dan toch heel scherp is. Ja. En zomaar is de huid heel anders. Ja. Ja, ik heb hem niet vergelijkt, dat is wel grappig. Gaat naar meloen. Beetje. Mhm. Ga ik naar meloen. Beetje. Mm-hmm. Zit je nog binnen het schermpje? Ja. Okay. Helemaal. Ja, net niet. Jawel, binnen. It's moving. It's moving fast. Kom maar een rondje. Wordt het een bouwige kerstmis? Oké. Okay. Maar iets leuks. Merry Christmas! Gaan we nou weer ons rondje doen? Het volgende rondje. Het volgende rondje. Het is wel leuk hoor, met al die sterretjes. Hartstikke lief, dankjewel.